De minister van Volksgezondheid, ingenieur Patrick Pengel, heeft in de maand maart in verband met de overstromingen onder leiding van de president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Desiree Delano Bouterse, een oriëntatiebezoek gebracht aan het Boven-Marrewijnengebied. Gedurende deze oriëntatie heeft de minister met zijn staf zich persoonlijk georiënteerd en laten informeren door de plaatselijke gemeenschappen. Hierdoor kon men zich een beter beeld schetsen van de situatie ter plaatse. Amia lasamasa mi kawaike continue. Amai kalimas o kamani. Ma utampua ti de man af bigima. Kaga lanti de asevi. Ef mim take ke fade. Da okasia una ofene mo futa ke gona assembly fu gomiti president. Ala una mando anga de baka manfi. Isi. Da ofi pisi take de mitu ya ti de. En u sefi mitu den tu. Ke famu waka. De gasten maar wat zijn voor de tak pikken en botten het zelf bijna. Maar dan maar ze maar moet zout botten moet je bijna de. Je ziet, daar moet beter iets van wat zijn pikken en botten bakken die moet je alle bijna voor de angwaini voor botten goed op je amudo. Maar is het zo dat ik, maar nou toe hij naar busje konde. If we begin geen jaar tijde, de pers nou komt met je eten. Bijna een hele week. Je ziet. Bikawe takiwe 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 taki. Mawansha yangorete. Sabi. Ayuik. Nokoete sabi. Isi. Mawe takiwe takiwe taki malai. Ma isa sami aksi. Una umawali president. Langa eke fadebe taki kaba. Wa makoti de baya. Awaka. Mawe aksi taki. Efna de isi of suma. Kefamo fro aida de. Fu de problem fu. De mu meki wampasi giu porsun lak taki ayuik. Anga sama di de a folok fu sa go porsun lak wan pasis wan do sa opo gyu fu go miten porsun lak fu de fuka fu. Bika ona oma si do ya fu take al de fuka fu duwa. Isi, adatim be konf begi. Bika mi lay anga sa anima, pe wopo se akaba se fu lay de gambo to ya fte ala fu sungwa lampea. Da son begi, da otapu de fosi. La soa de la. Bika de fuka kan uru de wa sama siki e bina konde ma te ina ba boto ina ba olifuga na son of ko pasa de sula fuga ampo mataku da tanga is da we aksi da ki e busa gipiki da pa frate en a blek da ki mo fro nading be ta kantor jana ngami minister is da dale ka minister sa gi piki ta pa frate ki Marcia kai baka apisi fu a hulp poli sa desma fu akondre ya be aksi misi nadeng be hormi kenapu ina dia nagba be nawa yari sabi e wa sande wa boskopu fu akondre de ena wakafia en beina efisien idoro de ena iseng iwa waka wanda takte kara iwa waka wanda ir trapasi bak wanda isab efa si basya ano makiti fu wakap sain ay hori kenapu ay tegi minister may werek es prate en tide mi si mo takangay na soa takangay mi abara a situasi dia en tide manting of esteniti akomba ka asormi ataki isab sa ataki basya atak minister is dong ye luka watra abigi asor maklak takete ko amboto fuja ye go anason of ye go moro fara ye go na wa klini madriting na sosos donde jaso kare fimsa apis watra ja na driuru mi kolija oktubo festehen aso mi sori tire matek bana le rimeler mi kondre unta ka situasi fu a hulo poli e uben pot ede ka wana nga minister fu natulu ka hulo bronak ba en base uben fenwa oplossing fu spa anu kona makandre tu ministeri do saum do nou wo te ka oroko go wo paka oroko baka wan sani be ka mindri ma a promisi etang dat uwa me kwa wa poli ja sama nga gemeenschap ook tu wan misinadeng tegi unu minister. Wij willen ook meewerken. De mensen van Loka willen meewerken. En na zo had je toch was, ja. Na spaans van aan Kawang. Een gemeenschap naar Agralanti. En zo we bouwden konden op. Tien op tien zo. Wat daarvan hier niet voel.
Dus we teken aan huiswerk dat die meebakken. En we roken dat aan hulppolie kan komen, zodat een medische zending kan brede dienstverlening uit kunnen aankondigen. Doordat het water reeds terug is getrokken, was er een beter overzicht van de gezondheidssituatie in de dorpen. De directeur van de PAHO in Suriname, Gitadis Djibberin, die ook deel uitmaakte van de delegatie, heeft na gesprekken met de GZA's van de medische zendingposten kunnen vaststellen dat er geen overdreven gevallen van diarree of andere ziekten zich hebben voorgedaan. Met betrekking tot de hygiëne werd er door het hoofd van de Milieuinspectie, mevrouw Warner, en de heer Vlugman van de PAHO instructies gegeven aan de gemeenschap. Zeker ook het drinkwatergebruik kwam aan de orde. Door de PAHO werden er waterzuiveringstabletten geschonken aan de bewoners. Zo, kapitein, dan respect ik mijn WAKA-comité voor die overhandig die jou pakket DC. Voor de 1600 tablet voor green water, voor mekatron drinken water. En ik hoop dat ik ook kan doen boerderingen in een gemeenschap. Na primair de bedoeling dat we een diarree zieken in een dorp. Want dat is gevaarlijk, vooral naar alle de ching. Dan zorgen dat we de tablet die zien, het drinken water de veilig, dat we dat zieken dat in een gemeenschap. Graag gedaan. Hiervan werd er in elk dorp een demonstratie gegeven. Yo, second. Dat je wacht waar voor jou. Zo, papa Basia, we wacht waar voor jou. En dan nu, we teken een kri, spoon, voor draai, abatra, helemaal. Aan het eind van de oriëntatie gaf de minister het volgende aan. Nou, in relatie tot de overstroming zijn de mensen natuurlijk het zwaarst getroffen rondom Lokaloka. Eigenlijk zijn de gezondheidsrisico's het hoogst in de gebieden waar sanitaire voorzieningen overstroomd zijn geworden en geraakt. En dus je grote risico hebt van uitbraak van diarree en andere sanitatieziektes. Maar ook andere risico's zoals het verstroomd raken van vuilstortplaatsen. Het vuil wordt opgeslagen in kuilen en moet van tijd tot tijd dus verbrand worden. Tenminste, dat is de manier waarop waste management gedaan wordt. Maar door de overstroming zijn de vuilstortplaatsen eigenlijk overvol geraakt met water. En dan krijg je dus het water weer terug in het dorp, het vervuild water. En dat brengt andere risico's met zich mee. Het is niet te onderschatten, omdat eigenlijk de risico's naarmate de tijd verstrijkt groter worden. En kijk, bijvoorbeeld iets zoals voedselveiligheid bijvoorbeeld. En voedselzekerheid. De mensen leven van kostgrondjes, de opbrengst uit kostgrondjes. Vanwege ook het feit dat elektriciteit niet 24 uur aanwezig is.
moeten mensen zelf zaken, dingen conserveren, hun voedsel conserveren en opslaan. En door de overstroming zijn bijvoorbeeld aardvruchten en zo zijn raken beschimmeld, waardoor een voedseltekort kan ontstaan. Dus dat is een risico waar we zeker rekening mee moeten houden. En daar moet de regering maatregelen tegen treffen, dat mensen in elk geval, ik heb ook dorpen gezien die heel erg kinderrijk zijn, dat de mensen niet ondervoed raken. En wat de andere gezondheidsissues betreft, heb ik kunnen praten met de medische zendingsposten over hoeveel gevallen van diarree er zijn geweest en zo. Dus daar lijken we redelijk on top of things, lijkt het redelijk onder controle. Maar we moeten het niet onderschatten, want het kan anytime uitbreken. En vooral waar veel kinderen zijn die heel veel contact met elkaar hebben, dan zou je heel snel meerdere gevallen van diarree kunnen hebben. Dus dat moeten we beheersen. Op initiatief van het ministerie en van PAHO hebben we waterzuiveringstabletten afgegeven. Zodat men de komende weken in elk geval schoon drinkwater zelf kan maken. Deze zuiveringstabletten worden bij voorkeur gemengd met regenwater. En waardoor je het water kan drinken. Het is niet bestemd om te koken of om handen te wassen ofzo. Dit water moet je echt beperken voor het gebruik als drinkwater. Wat heel erg belangrijk is voor kinderen en voor mensen, volwassenen. Andere zaken die men voor heeft gebracht zijn natuurlijk vanuit de gemeenschappen de wens dat er meer artsen naar het gebied komen. In sommige gebieden is er maanden geen arts geweest. En de GZA's die hebben dan wel contact met artsen in de stad. Vooral mensen met chronische aandoeningen doen de polis heel veel aan. Dus er zijn vaste dagen waarop chronische patiënten behandeld worden. Hoge bloeddruk en diabetes zijn de meest voorkomende chronische aandoeningen. En er is altijd vanuit de gemeenschap de wens geweest, en dat zal altijd blijven, dat er meer artsen in het gebied werken. De door de gemeenschap aangegeven problemen hebben de aandacht van de regering en zullen waar mogelijk binnen afzienbare tijd worden aangepakt.